dan gaan we nu weer kijken naar Medisch Centrum Centrum. Een sprankelende en prikkelende doktersroman in vele opwindende afleveringen. Met in een belangrijke bijrol assistent Co. Vandaag alweer aflevering 24. Wie is dokter Mosterd? Zeg, ben jij van de week nog met dokter Mosterd naar bed geweest? Nee. Nee, maar ik was van plan dat vanavond te doen. Vanavond? Jij zou toch morgen met hem naar bed gaan? Nee, morgen is donderdag en dan heb ik altijd jazzballet. Ja, jezus, dat komt slecht uit. Laten we dan maar even de agenda strekken. Nou, is goed. 17, hè? Nee, 16. Nee, zie je wel. Vanavond ga ik met Mosterd naar bed. Ja, met wie moet ik dan naar bed? Jonge, 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 jonge. Dat is voor het eerst in mijn carrière dat ik een onscherpe röntgenfoto zie. Wie heeft dat ding gemaakt? Ja, ik dacht misschien heb je zin om met me mee te gaan. Zo, mevrouw Hutsenflut. We gaan vandaag de eerste stapjes zetten. Oh, fijn. Zeg, heb jij nog met dokter Mosterd liggen wippen? Mevrouw Hutsenflut. Nou, ik heb je wel horen gillen, hoor. Toevallig was ik dat niet. Dat was zuster Gans. Oh ja? Met wie heb jij dan liggen ketsen? Ik heb trouwens liever niet dat u dingen als ketsen, dat u dat hardop zegt. Hallo zeg! In het hele ziekenhuis hoor je geen patiënt kreunen. Alleen verpleegsters. Man was toch voor euthanasie, heb ik begrepen. Inderdaad heeft mijn man ooit de wens te kennen gegeven actieve dan wel passieve euthanasie te ondergaan. Maar had toch graag nog een jaartje of 30 geleefd. En nu is hij er niet meer. Dat is heel vervelend. Wie heeft uw man behandeld? Zeg, als jij het met Mosterd doet, gebruikt hij dan condooms? Ja, ik ken hem niet anders. Dus schoft. Dus bij jou gebruikt hij ze wel. Wel vier? Waarover wilde u mee spreken, mevrouw Hutsenflut? Ik heb een klacht, professor. Daarvoor ligt u in het ziekenhuis, mevrouw. Nee, ik heb last van ongewenste intimiteit hier. Een van de heren artsen kan zijn handjes niet thuis houden hier. En wie is dat dan wel? Enfin, kijk de volgende keer weer naar de amoureuze avonturen van assistent Co, die zijn lesje lijkt te hebben geleerd. Voorlopig houdt Co zijn tengels wel even thuis in Medisch Centrum Centrum.